Als je dan bijvoorbeeld verantwoordelijk gedrag vertoont, dan krijg je een muntje van je juf of meester en dan mag je hem in een buisje doen. En als je dan een bepaald aantal muntjes hebt, dan heb je een beloning met heel de klas. Vanwege dat systeem is de school vanaf donderdag officieel een gezonde school op het gebied van welbevinding. Nu mogen ze voor 3 jaar de titel dragen. Maar wat maakt dat een basisschool al wil inzetten op de welbevinding van kinderen? We willen gewoon dat alle kinderen zich prettig voelen. En daar helpen ze ook allemaal aan mee. Maar op het moment dat je je prettig voelt, ja, dan leer je ook veel fijner. En dat willen we graag. Om dat te stimuleren hebben ze het muntjesysteem bedacht. De kinderen hebben zelf al verschillende muntjes verdiend. Oranje, voor veilig. En wat heb je daarvoor gedaan? Ik heb iemands veter gestikt, maar viel bijna. Ik heb hem ook van veilig gekregen. En dat was omdat er heel veel steen lagen op een pad waar heel veel kinderen renden. En één groot steen en er viel iemand over. En toen heb ik zeg maar eerst al de grote steen eraf gehaald en daarna een pleister erop geplakt op de knie. Kijk, iedere leerkracht, ook bij de overblijf, eigenlijk in de hele school, hebben wij muntjes op zak. In de 3 kleuren, die horen bij die 3 woorden met de V. Dus ik heb hier bijvoorbeeld de blauwe muntjes. En op het moment dat ik zie dat een kind verantwoordelijk omgaat met zijn omgeving, iets netjes opruimt, dan krijgt de leerling een blauw muntje. Dat maakt ook dat de school vanaf nu is uitgeroepen tot afvalvrije school. Ook daar moeten ze van alles voor doen. En heel veel afval scheiden en ook zorgen dat bijvoorbeeld niet te veel afval op het plein ligt en dat soort dingen. Dus vanaf vandaag wordt er helemaal geen afval meer geproduceerd? Nee, misschien is die term niet helemaal goed. Het wordt afvalvrije school genoemd, maar we gaan vanaf vandaag wel proberen om zo min mogelijk afval te produceren. Op het gebied van gezonde school zijn er nog veel meer thema's te behalen. De school heeft dus nog wat te doen. Nou, we hebben net deze behaald, nu op het gebied van welbevinden. Maar we vinden ook bijvoorbeeld gezond eten en drinken vinden we ook heel interessant. En sporten en bewegen ook. Dus nou, wie weet, dat gaan we nog zien.